Goedemiddag, dit is het Weerzaal van Weerplaza.nl. Een hoge drukgebied tussen het westen van Frankrijk en de Britse eilanden zorgt ervoor dat het vandaag een stuk rustiger weer in onze omgeving is dan de afgelopen dagen. Er vallen nog wel een aantal buitjes, die zijn goed op de satellietfoto te zien. Door de warme Noordzee zijn ze onder andere ontstaan. Die trokken dan vanochtend en ook een deel van de middag over het land, maar op de meeste plaatsen werd het uiteindelijk droog. Het hoge drukgebied zorgt ervoor dat een koufront boven de Atlantische Oceaan onze omgeving niet kan bereiken. Dat hoge drukgebied dat werkt als het ware voor een, een dikke deur, die ervoor zorgt dat, naarmate het koufront steeds verder oostwaarts trekt, het steeds meer in kracht afneemt. En uiteindelijk zullen we hooguit met misschien wat wolkenvelden te maken krijgen de komende dagen. Dat betekent ook dat het de komende dagen zo goed als droog zal zijn door het hoge drukgebied, al gaat het hoge drukgebied wel aan de wandel. Want namelijk het hoge drukgebied zal zich gaan vestigen boven Scandinavië. Daardoor krijgen we niet alleen te maken met een oostelijke stroming. Maar het zorgt er ook nog eens voor dat inderdaad alle oceaanstoringen op afstand blijven in elk geval tot in het weekend. Dat betekent dat het vooral op de Britse eilanden, met name in Ierland, maar ook in het westen van Frankrijk, wisselvallig weer, weer is. Rondom de Oostzee kunnen ook een aantal buien ontstaan, maar verder is het in Centraal- en Noord-Europa op de meeste plaatsen rustig weer. Dat rustige weer hebben we ook vanavond. De wind waait nog steeds uit het Noordwesten, maar neemt wel steeds verder in kracht af. Is meestal zwak, windkracht 2. En de temperatuur daalt in de opklaringen toch al vrij snel na een graad of twee. Onder de bewolking blijft de temperatuur op zo'n 4 of 5 graden hangen. Vannacht dan zijn er meer opklaringen. In die brede opklaringen vriest het ook licht. In de kustprovincies blijft de temperatuur nog iets boven nul steken. In een enkele opklaring en op de koudste plaatsen, daar kan misschien een mistbank ontstaan. En ook is er kans op lokale gladheid, op bijvoorbeeld de fietsbruggetjes en de lokale wegen. Morgen is het wisselend bewolkt. En bij een meest matige, zwakke tot matige oostenwind. wordt het uiteindelijk zo'n 3 tot 5 graden. En daarmee is het toch echt gevoelig kouder dan in de afgelopen periode op rond het ijsselmeer en op de wadden. Daar zorgt de matige oostenwind ervoor dat de gevoelstemperatuur bijna de hele dag rond of onder het vriespunt ligt. Donderdag en vrijdag is het nog een stuk kouder, met op donderdag maxima rond een graad of drie, en vrijdag komt het kwiks nog amper boven het vriespunt uit. Zaterdag is nog erg onzeker, want dan begint de zachte lucht op te dringen, en afhankelijk van hoe laat de zachte lucht ons land bereikt, dan hangen ook onze maxima af. Smiddags liggen de temperaturen op veel plaatsen iets boven het vriespunt. In het noordoosten van het land is misschien de kans dat de temperatuur helemaal niet boven het vriespunt uitkomt. Maar in de loop van de avond en met name in de nacht naar zondag dan wint de zachte lucht terrein en komen de temperaturen overal weer boven nul uit. Het verdrijven van de wat koudere lucht dat gaat natuurlijk gepaard met bewolking en ook neerslag. En aan de koude kant van de neerslag zal misschien ook enige tijd eerst wat sneeuw kunnen vallen. Of het blijft liggen is nog even de vraag, maar uiteindelijk gaat alle neerslag over in regen. Dat de zachte lucht binnenkomt is goed te zien. Want, met name in de verwachting op zondag, zien we dat duidelijk dat de temperatuur een enorme sprong maakt naar boven. Misschien dat de temperatuur op zondag wel ruim 10 graden hoger ligt op sommige plaatsen dan op zaterdagochtend. Nou, dat zachte weer dat houden we volgende week wel vast. Daarmee liggen de temperaturen in de loop van volgende week iets boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Maar zoals je ziet is de spreiding groot en dat betekent dat koude lucht nog niet helemaal is verdwenen uit ons gebied. Dus mocht de wind weer vrij snel terugdraaien naar een oostelijke richting, dan kan het zomaar zijn dat het weer een aantal dagen iets kouder weer is. Mijn naam is Wilfred Janssen.